daarvoor je hebt te kiezen. Je kunt kiezen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Nou ja, ik zou zeggen, ja, je hebt alvast toen een volstrekte zonderling die Noord-Korea kiest, maar dat duurt meestal niet lang en meestal overleven ze het ook niet. Maar ja, het is nog wel vrij duidelijk. Ik zie toch de voorbeeldfunctie, hoeveel je ook aan kunt merken op het fatsoen van die landen waar we het nu over hebben, in het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, hoeveel je daar ook op aan kunt merken. Ze zijn 100 keer beter dan die godvergeten politiestaat die Poetin georganiseerd heeft. Of dat wonderbaarlijke Chinese totalitaire onderdrukkingssysteem. He, dat je punten kunt krijgen door je fatsoenlijk te gedragen. Dat je toch ook denkt, fuck off. Wat is dit voor godvergeten padvinderij hier? Maar Xi, die hoopt dus met Rusland een soort van bondgenoot te hebben, dat als het met een conflict tot met de Verenigde Staten komt, dat hij dan sterker staat. Ja, maar dat hoeft niet eens primair militair te zijn. Dat kan ook gewoon door het geopolitieke gewicht wat Rusland... Nogmaals, ik heb het vaker gezegd, ik blijf erbij. Rusland is een tweederangs mogendheid. Ik zie ook absoluut geen mogelijkheden voor Rusland om op korte termijn een eerste rangs mogendheid te worden. Want daarvoor heb je productievermogen nodig. En een vitale economie. Nou, alleen aan China, de Verenigde Staten en Europa. Althans, dat zijn de grootste units. En dan nog voor een aantal andere landen in de wereldeconomie. Mm. Maar daar speelt Rusland geen bepalende rol in. Vind je het gevaarlijk, die benadering tussen Rusland en China? Ja, gevaarlijk. Het lijkt mij niet. Ik zou zeggen dat ik nooit blij zou zijn met Poetin en bondgenoot. Tot nu toe heeft hij zich onbeschrijfelijk stomzinnig gedragen. En in feite een hoop problemen georganiseerd, veroorzaakt. Waar, voor zover ik dat kan bekijken, ik zie ook last van heeft. Als ik ook die overigens ook zichzelf in de problemen heeft gebracht door dat stomme COVID-beleid. Ja, dan zie ik ook wel wat overeenkomsten tussen Rusland en China. Ja, het zijn allebei onderdruk repressieve systemen natuurlijk. Ja, maar ook die Oeigoeren en nu met wat ze met die kinderen doen. Nou, daar zitten wel linkjes waarvan je denkt dat het dezelfde aanpak is. Het zijn inhumane regimes. Waar prioriteiten een rol spelen. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in het lot van hun burgers. Nee. Waar hebben we het... vanmiddag al eerder over gehad, over landen die geregeerd werden door mensen die totaal niet geïnteresseerd waren in het lot van hun burgers. Was dat niet Nederland? Ja, met de ene... Zet hem uit! Rutte, sorry! En Rutte. Oh, heel onverwacht, Rutte. Nee, ik moet dit gaat te ver. Maar, nee, dat blijft een wonderlijke zaak. Dat de boven ons gestelde eigenlijk altijd weer die neiging hebben om, nou ja, zelf allerlei voor dingen te organiseren, maar het lot van de burgers buiten beschouwing te laten. Mm. Maar goed, dat is in Nederland een totaal andere propositie dan in Rusland of in China. Maar laten we nogmaals niet vergeten, Amerika staat er in de wereld veel sterker voor dan een land als China. Want China moet voornamelijk voor zichzelf op zien te komen. Ondanks dat jij zo kritisch bent over wat in de Verenigde Staten gebeurt. Ja, dames, ik zei het toch, het is in allerlei opzichten een heel onaangenaam land. En ja, er bestaat voortdurend de kans dat de dorpsgek aan de maat zal komen. Wat bijzonder vervelend is, ook voor ons trouwens. Kijk, als de dorpsgek in België aan de macht komt, dan merkt niemand iets van. Kunnen bij wijze van spreken 3 dorpsgekken aan de macht komen. Ja, je hebt vaak toch al iets, nou ja. Geen kinderachtige dingen zeggen. Nee, dat is zo. Maar dan nog is Amerika is een gemankeerde democratie. Een manke democratie, zonder meer. Maar het is een democratie. Toch, ja. Ondanks alles nog. Ja, maar kun je dat dan ook niet van Nederland zeggen? Zijn wij een gemankeerde democratie? Wij zijn alweer een niveau beter dan de Verenigde Staten. Er worden bij ons toch door de politie betrekkelijk weinig jonge mensen van kleur op straat doodgeschoten. Althans bij mijn weten. Dus nee, die vergelijking gaat ook weer mank. Kijk, Denemarken is ook een democratie. Ook in allerlei opzichten een ongelooflijk achterbaks klotenlandje. Om die immigranten naar Rwanda te sturen. Daar bleek in Nederland ook allerlei sympathie voor te zijn. Het is gewoon ronduit misdadig.
Ja, dat de mensen, dat is gewoon, er wordt gewoon over gediscussieerd. Dat is wat de normaalste zaak van de wereld is. Dat hadden die Denen bedacht. De Engelsen, of waren het Engelsen die het bedacht hadden. Dat je denkt, hoe is het gods mogelijk? Nou ja. Dat is redeneren we heel primitief. Ga terug naar je eigen land. Wat moet je hier? Nee, ga terug naar Rwanda. Ik weet niet of dat misschien nog wel behoorde dan het land waar ze vandaan kwamen. Ja. We hebben met z'n allen afgesproken na de Tweede Wereldoorlog dat we het niet zouden doen. Daar hebben we ook een hele reeks van verdragen over gesloten. Dan moet je daar ook aan houden. Hè? Nog even over de Russische economie. Er is nu een nieuw sanctiepakket weer aangenomen, hè, door Europa. Heeft het enige zin eigenlijk? Nou, tot op heden, dat moeten we wel constateren, heeft het sanctiebeleid relatief weinig opgeleverd. Omdat de Russen zich ongelooflijk snel en handig hebben aangepast aan de veranderde omstandigheden. En omdat een reeks van landen in de buurt van Rusland, je kunt denken in dit verband aan Turkije, niet waar heel graag bereid waren om als intermediair op te treden. Dus ik begreep dat de export naar Turkije is enorm toegenomen. En de export van Turkije is ook enorm toegenomen. Dat wil zeggen, dus de import van Rusland loopt bijvoorbeeld voor een belangrijk gedeelte via Turkije. Ja, en ik neem andere landen. Ja, dat is natuurlijk wel een van de ontdekkingen van deze zaak. Is dat de Russen zo enorm handig zijn gebleken in het omzeilen van de sanctiepolitiek. Hadden we daar slimmer over na moeten denken? Nou, ik ben bang dat je er gewoon bar weinig aan kunt doen. Oké. Ja, hoe moet je Turkije treffen? Ik ben altijd een warm voorstander van het treffen van Erdogan. Niet Turkije. We hebben verkiezingen in mei. Ja.